gaat. 0-3 bij rust. En dan, toen die 0-3 viel, toen zag ik jou een beetje lachen, een beetje geniepig langs die zijlijn staan. Dat je dacht van, zo, dit is lekker. Je zat een beetje te genieten volgens mij. Ja, van die 3-0. Maar we hebben ons ook uitstekend vermaakt met de acties van mijn vriend Plet. Ja, want die twee jongens voorin, Van Velzen en Plet, dat is wel echt een sterk duo. Hè? Die Rens van Heijden had zijn handen vol. Nee, je hebt het niet gezien dus. Over? Die Plet die sprong over het bord. En toen was alleen het gezicht van Plet nog te zien. En wij vroegen ons af, wat is hij nou aan het doen daar? Dat was na het juichen van het doelpunt? Nou ja, rond die goals. En daar heeft hij gewoon een plasje gedaan. Een plasje gedaan? Ja, en daar hebben wij ons echt uitstekend om vermaakt. Wat is dit nou? Oh, dat hebben wij niet helemaal goed kunnen zien. Nee, maar op het moment na dat doelpunt dus, is Plet even een... moest, ja, dat moet ook gebeuren dan misschien soms, hè? Het was echt geweldig. Misschien met oud en nieuw drink je misschien geen alcohol, maar misschien heel veel water in zijn geval. Nee, maar goed, het ging erom, als je op 2-3-0 komt, dan natuurlijk heb je goede stemming. En als dan zoiets gebeurt, dat heb ik echt naar nood gezien. Wat is dit nou? Ja, daar hebben we ons kostelijk mee vermaakt en prima. En dan is het in de rust ook. Dan gaat het alleen maar om, jongens, dit moet over de streep.